Het Binnenhof, centrum van Den Haag en huisvesting van onze democratie. In 2020 start de renovatie van het Binnenhof. En dat is nodig omdat het Binnenhof eigenlijk er prima uitziet, maar helemaal versleten is, zeker aan de binnenkant. De installaties gaan vervangen worden, het asbest wat aanwezig is in het gebouw, dat zal eruit worden gehaald. Roltrappen, liften, elektriciteit, alles is aan het eind van zijn, wat wij noemen, technische levensduur. Er zit heel veel leien daken zitten op het Binnenhof. Die zijn eigenlijk bijna allemaal ook aan het einde van hun levensduur. Dus we gaan dit ook gebruiken om alle daken te vervangen. Wat natuurlijk echt ingewikkeld is, is dat je gaat renoveren een complex wat daar al heel lang staat. Het is eigenlijk een beetje een verzameling van gebouwen. Sommige zijn al 8 eeuwen oud, tot en met gebouwen die zijn net 50 jaar oud of zelfs nog minder. Als basis voor deze renovatie heeft het Rijksvastgoedbedrijf een BIM-model laten maken. Daarvoor is het hele gebouwencomplex ingescand met 3D-laserscantechniek. Met deze meetdata is vervolgens een BIM-model gemaakt. Met het BIM-model willen wij inzicht krijgen in de actuele situatie. Zeker gezien het feit dat het natuurlijk een monument is. En dan heb je te maken met scheefstanden, met verzakkingen, met niveauverschillen. En een 3D-model geeft daar heel goed inzicht. Er gaan een heleboel verschillende mensen werken aan de voorbereiding. Dat kan allemaal in dat BIM samenkomen. En dan verminder je eigenlijk de kans op fouten en je vermindert daardoor ook je kans op risico's in de uitvoering. Ja. Drie partijen waren betrokken bij het maken van een BIM-model voor het Binnenhof. Het Rijksvastgoedbedrijf was de opdrachtgever, Pelse Hartman heeft alles ingescand en Root maakte het BIM-model. Er is gekozen om te starten met een proefproject. Dus we hebben ervoor gekozen om in eerste instantie het gebouwdeel Raad van State als een soort van proefmodel in kaart te brengen. Om zo ook te inventariseren van waar lopen we tegenaan in de praktijk op het moment dat wij het bouwdeel gaan scannen en modelleren. En dat is natuurlijk ook het ingewikkelde als je over een opdracht als deze praat die in gewoon qua omvang al complex is. Ja, dat als je niet precies weet wat je gaat tegenkomen, dat het best wel eens kan zijn dat je 2, 3, 4 keer zo lang bezig bent om het einddoel te halen. We hebben op basis van het proefproject hebben we gekozen voor een andere modelleerwijze. Er zijn ruimtes waar wand op wand op wand op wand zijn gemaakt. Ja, zeg dan maar eens wat daartussen zit. Dus er is gescand wat zichtbaar is. En daarmee zijn eigenlijk alle ruimtes naast elkaar weergegeven als een soort van dozen. Deze modelleertechniek is nog nooit eerder gebruikt. Hier ziet u rechts de gangbare manier van modelleren. Links de techniek die voor het Binnenhof gebruikt is. Let op het verschil in de doorsnedes van de muren. Dus die manier van werken, wat heel dicht dus tegen het scannen zit, het scannen, je scant wat je ziet, hebben we ook als inspiratie gebruikt om het model op te zetten. Dus we modelleren wat we zien. Met zo'n proefproject vraag je je af, waarom doen we dat niet altijd zo? Van heel veel projecten weten mensen achteraf wel te vertellen hoe we het beter hadden kunnen doen. Nou, dat soort discussies krijg je niet achteraf. Dus je zou het al vrij snel moeten doen. Het is de moeite waard. Pelse Hartman heeft het hele Binnenhof ingemeten met behulp van 3D-laserscanners. En heeft een point cloud geleverd aan Root, zodat Root op basis van de point cloud een 3D-BIM-model kan maken. Voor Pelse Hartman een project met een aantal unieke dingen. Bijvoorbeeld het scannen van de daken. Het heeft een heel groot oppervlak, het Binnenhofcomplex. Het centrum van de daken is sowieso al niet te meten van maaiveldniveau. En er is gewoon data nodig om dat model te kunnen maken. Het dak van het totale complex bestaat uit heel veel kleine stukjes. Het zijn eigenlijk is het Binnenhof een samenraapsel van heel veel kleinere gebouwen die allemaal aan elkaar gegroeid zijn. En we wisten dat het lastig zou worden en we hadden daar een plannetje voor bedacht. We gaan met een hoogwerker de scanner op de nokken. En vanuit die posities kunnen we de daken in scannen. En daarmee was het probleem opgelost. Omdat het Binnenhof dus een heel uitgestrekt complex is, wil je dat alle scans die je in elk bouwdeel maakt, dat die op de goede manier terechtkomt ten opzichte van de scans die daarnaast gemaakt zijn. Dat hebben we opgelost door van tevoren een referentienetwerk aan te maken in de omgeving van het Binnenhofcomplex. Je moet je voorstellen dat we gaten in gevels geboord hebben waar we een PVS-bout in hebben geslagen. Zo is er een netwerk ontstaan
rondom het binnenhofcomplex, waar we ten alle tijde naar terug konden refereren. Als je de scans zo aan elkaar zou koppelen, zonder dat je gebruik maakt van dat meetpuntennetwerk, van dat meetboutennetwerk wat aangebracht is, dan kun je het verwerken van de scandata alleen maar doen door gebruik te maken van de software die bij de laserscanner hoort. Je maakt dan een te grote doormeetfout, doordat je iedere keer eigenlijk allerlei scans aan elkaar blijft plakken zonder dat je naar een vast referentiepunt verwijst. Met de scandata is Root aan de slag gegaan. Wat wij dus eigenlijk doen is het vertalen van de point cloud van Pels Hartman in een BIM-model. Dat is op deze schaal nog nooit zo groot gedaan en al helemaal niet met zulke oude gebouwen. Het geheel als opgave is voor het modelleren al extreem complex. Wat je bij het Binnenhof veel ziet zijn bijvoorbeeld gewelven onder doorgangen of in kelders. Ja, het maken van gewelven in een 3D-model, dat is onwijs moeilijk. Ik denk dat in weinig andere projecten zo nauwkeurig op een puntenwolk is gemaakt. Daar hebben we op sommige plekken echt het wiel opnieuw moeten uitvinden, omdat het er simpelweg gewoon niet was. Wat natuurlijk onderscheidt is dat we een BIM-model leveren wat onwijs veel data bevat, wat ook enorm gestructureerd is. De I van BIM, de informatie zelf, die zit vaak onder de motorkap. Ja, daar gaan mensen vaak aan voorbij. En dat is ook begrijpelijk, want dat is echt taaie kost. Als je zo'n model dus niet gestructureerd opbouwt, krijg je eigenlijk inconsequente data bij de vervolgpartijen. Als je zorgt dat allemaal onwijs goed in elkaar steekt, krijg je eigenlijk in vervolgtrajecten geen twijfel over of data klopt of niet. Want het klopt allemaal precies. En net niet goed is niet goed. Als je bij dit project betrokken bent, dan moet je wel heel erg consequent werk gaan. De modellen zijn ook heel erg gedetailleerd opgebouwd. Alles wordt op de puntenwolk gezet, dus wanden zijn niet orthogonaal. Alles staat precies op de puntenwolk, wat betekent dat het ook net een paar millimeter naast een orthogonale lijn kan staan of een paar millimeter uit het lood. Bijna alle wanden in de monumentale panden van het Binnenhof staan scheef. Hoe ga je daar in de praktijk mee om? Dus ook daar hebben wij vertrouwd op de expertise van de modelleurs, hoe ze dat in het model hebben gemodelleerd. Pelser Hartman heeft ingemeten, Root heeft een 3D-BIM-model gemaakt. Wat maakt dit project anders dan andere projecten? We hebben hier een complex maar dat is een beetje jargon, 90.000 vierkante meter is. Nou, dat is vergelijkbaar met het allergrootste kantoorgebouw wat we in Nederland hebben. Je praat echt over honderden en nog eens honderden ruimtes, hè, in zo'n gebouw. In zo'n gebouwcomplex. Laat staan als je het gaat hebben over aantallen deurkrukken of aantallen ramen. Ja, dat is helemaal. Dat zijn enorme getallen. Hè? En omdat die allemaal een andere vorm hebben, vraagt dat gewoon heel veel precisie om dat in beeld te brengen. Ja, omvang is natuurlijk een van de bijzondere dingen hier. Hè? We hebben het over 20 terabyte aan point cloud data. Dat geeft een bijzondere uitdaging, dus vooral in het datasysteem op kantoor. Als je iedere nacht een backup laat maken, dat kan maar met een aantal terabytes. Dus je moet daar heel, heel goed mee omgaan, aan rekenen, plannen voor hebben. Om te zorgen dat het allemaal veiliggesteld is. Zorg je ervoor dat meer dan 200.000 objecten en meer dan 2,5 miljoen eigenschappen, dat die gecontroleerd zijn, dat die gevalideerd zijn, dat die betrouwbaar zijn. Voorkomen van fouten en uitsluiten van risico's. Ja, daar gaat het project over. We hebben overal met een vergrootglas bovenop gehangen. Wat zou hier een risico kunnen zijn? Dus dezelfde apparatuur waarvan je weet dat het heel goed werkt. Zelfde software. Software niet tussentijds updaten. Want ja, updates, dat weten we allemaal. Dat kan een grote puinhoop worden. Dus dat zijn wel allemaal van die grappige dingen die voortkomen uit je risicoanalyse. Het is überhaupt de eerste keer dat de Rijksvastgoedbedrijf BIM-norm 2.0 is toegepast. Nou, we hebben dit project dus ook gebruikt om samen met de opdrachtgever vorm te geven. Welke eisen komen er nu in? Welke extra eisen zijn relevant? Ook gezien de monumentale status van het pand, de complexiteit daarvan.
de norm gecreëerd voor het informatieniveau voor de toekomst. Drie bedrijven, een uniek project. Dat vraagt wat van alle partijen. Ja, we hebben een hele intensieve samenwerking gehad. Ik zie het eigenlijk als een soort van co-productie die ook niet tot stand was gekomen op het moment dat die samenwerking niet goed was geweest. Het belang van onderling vertrouwen is hierbij absoluut essentieel. Momenten waarop het even botste, omdat we het niet met elkaar eens waren. Maar eigenlijk was de onderlinge samenwerking en het vertrouwen was dermate dat de sfeer daardoor eigenlijk niet beïnvloed werd. Je kunt vertrouwen niet van tevoren afspreken natuurlijk, hè. Dat moet groeien. Hoe heb je vertrouwen denk ik in deze markt? Dat is toch een deel van reputatie. Daar kun je van afgaan, dat is eigenlijk stap 1. Maar nog beter is om vertrouwen te krijgen. Als ik adviseer om iets te doen wat twee keer zoveel geld kost, dan maak ik twee keer zoveel omzet. Veel mensen denken dan, hebben daar hun vraagtekens bij op het moment dat er nog geen vertrouwen is. Maar als je dat heel goed uitlegt en iedereen heeft ze goed ingelezen, dan weet je dat het wel ergens over gaat. De opdrachtgever moet absoluut op de hoogte zijn, wat vraag ik nou? En welke vragen moet ik stellen en welke norm moet ik stellen? Het moet enorm technisch en inhoudelijk zelfs op de hoogte zijn. Wil je de goede vragen kunnen stellen? Dit is eigenlijk het eerste BIM-project dat wij als Rijksvastgoedbedrijf onder regie hebben laten uitvoeren. En in dit proces hebben wij dus als opdrachtgever hebben wij ook een hele actieve rol genomen als het gaat om het bewerkstelligen van de kwaliteit van het model. Maar dat technisch inhoudelijke, dat is denk ik ook wat het project uniek maakt, is dat de opdrachtgever daar proactief in meedenkt. Ja, een van de tools die heel interessant was voor Roet, voor degenen die dus aan het modelleren waren, dat waren alle deformatieanalyses van de vloeren. De modelleur kon daardoor vrij snel zien in welke ruimte hij vloeren schuin, scheef zou moeten modelleren en in welke niet. Nou, dat soort visuele middelen, dat is enorm waardevol voor dit traject. En zonder dat ben je drie keer, vier keer meer tijd kwijt, denk ik. En de betrouwbaarheid is dan ook nog maar even de vraag. Ja, zo'n modelleur die ziet eigenlijk in de vorm van een soort kleurenkaarten, dat heet een deformatieanalyse, ziet hij hoe een vloer verloopt van links naar rechts of van voor naar achter. Hij kan eigenlijk aan kleurtjes zien hoeveel millimeter per meter zo'n vloer schuin verloopt. Als eindproduct van het project wordt een 3D BIM-model in Revit en IFC opgeleverd. Met daarnaast broninformatie op basis waarvan het BIM-model gemaakt is in de vorm van een point cloud. En wat er nu eigenlijk moet gaan gebeuren is dat architecten en installateurs, of installatieadviseurs aan de slag gaan met het bestaande gebouw. Eigenlijk heb je de werkelijkheid binnen handbereik. Dat betekent in dit project dat niemand terug zal gaan naar de locatie van de partijen om dingen te bekijken. Eigenlijk kan ons point cloud en daarbij behorende viewer gebruikt worden als een soort Google Street View om virtueel door het hele Binnenhof te kunnen lopen zonder dat je daar daadwerkelijk naartoe hoeft te gaan. Als je iets exact wil opmeten, ga je naar de scan. Als je bezig bent met ontwerpen of advies te geven op welk vlak dan ook, dan gebruik je het model. Meer dan 200.000 objecten. Dus bijna 90.000 vierkante meter. Maar dat zijn niet zomaar vierkante meters, dat zijn vierkante meters van monumentale waarde. 2,5 miljoen eigenschappen. Bijna 9.000 scans hebben we gemaakt in totaal. Ik geloof dat het iets van 5 maanden scannen was met 2 man. BIM gaat ons enorm helpen om het feit dat het een ingewikkeld en complex project is, om dat toch goed in beeld te brengen. En daardoor weten we eigenlijk van tevoren heel precies wat we waar moeten doen. En we kunnen dat ook gebruiken om de beste werkvolgorde in elkaar te sluiten. En dat gaat de renovatie helpen. Het geeft een heel goed integraal beeld van de huidige staat. En met zo'n complex project als dit is het eigenlijk de enige manier die toereikend is. Want alle andere producten die je kan leveren, tekeningen, 2D-tekeningen, archiefonderzoek, leveren de informatie, maar niet de integraliteit van alles.